Hij is natuurlijk volmaakt en te vertrouwen, altijd. God, wie is hij eigenlijk? Een persoon? Een geest? Een kracht? Hoe weet je eigenlijk of hij bestaat? En wat leert Jezus mij over hem? Maakt het verschil of je wel of niet in hem gelooft? En wat heeft hij met die hele coronacrisis te maken? Ik kan me ook wel voorstellen dat als je echt iets heel heftigs in je leven meemaakt, dat je denkt, ja, maar waar is God dan? Het heeft mij juist toen eigenlijk wel meer versterkt. Omdat ons magazine Zien de komende tijd niet verschijnt, publiceren we over dit thema online artikelen, blogs, podcasts, bijbelstudies en video's. Zien helpt u verder kijken.